en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer bij jullie terug met een nieuwe Goodiebox unboxing. Voor de mensen die niet weten wat Goodiebox is. Goodiebox is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een box ontvangt met minimaal 5 beauty producten ter waarde van minimaal €65 en je betaalt slechts €20 in de maand. In de box zit altijd iets omtrent beauty. Dat kan skincare zijn, make-up, accessoires. Het kan echt van alles zijn. En het zijn altijd minimaal 5 producten en af en toe ook gewoon meer. Dus ik vind deze box echt super tof. Elke maand ontvang ik de box en dan unbox ik hem hier op mijn kanaal samen met jullie. Als je de box al hebt, als je al bent geabonneerd, dan kunnen we hem samen unboxen. Als je nog niet bent geabonneerd, dan zet ik beneden in de beschrijving een linkje en je kunt je dan makkelijk aanmelden voor Goodiebox. €20 in de maand en gewoon maandelijks opzegbaar als je toch besluit ermee te stoppen. Ik ben weer heel enthousiast na de box. Ik weet al wat erin zit en we krijgen ook make-up. Dat maakt me altijd extra enthousiast. Ik hou van make-up. Ik ga ook alles aanbrengen wat ik kan aanbrengen. En ja, let's do this. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dan de box van de maand november. Dit is een beetje een donkere rozige kleur. Elke box ziet er dus zo uit. Oké, als je de box openmaakt is dit wat je hebt. Je krijgt er ook altijd een boekje bij met alle producten, de prijzen en een uitleg van wat alles precies is. We krijgen weer 5 producten. Ik ga beginnen met product nummer 1. En dat is iets voor het gezicht. Het is skincare. Van Starskin heb ik de VIP Gold Eye Mask. Winkelwaarde €25 voor 5 stuks. Ik hou van Starskin maskers. Hun hebben echt de beste maskers ever. Echter, heb ik dit maskertje al. Kijk, deze heb ik ook gehad in de laatste Douglas Adventkalender. Dus nou heb ik er 2. Maar ik had hem nog niet gebruikt. Maar ik wilde hem wel gaan gebruiken. Dus deze ga ik gewoon nu gelijk opdoen. Als je dus nog op zoek bent naar goede gezichtsmaskers, dit merk is echt amazing. Ik heb al zoveel maskers van hun gebruikt. Het is echt geweldig en ook redelijk betaalbaar. Even kijken, dit zijn dus oogpads die je zo hieronder moet aanbrengen. Je moet dus een schoon gezichtje hebben. Nou, dat heb ik al. Ik heb expres niks opgedaan. En dan moet je het 10 tot 15 minuten laten zitten, eraf halen en dan gewoon een beetje zo insmeren. Dat gaan we doen. Dit zijn dan de pads, zo heel mooi goud. En dan gewoon zo aanbrengen onder je oog. Hij is echt super, super nat. Zo, ik hoop dat ik ze zo goed heb aangebracht. Oké, het is nou 9:15, dus om 9:30 ga ik ze eraf halen. Ze blijven ook echt goed vastplakken aan mijn gezicht. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ze eraf gaan of zo, dus dat vind ik top. Oké, nou die zitten dan. Nou, terwijl ik dit op mijn gezicht heb, gaan we gewoon verder met de volgende producten. Het volgende is iets voor de haren. Van Luxe Lace heb ik de Nourishing Hair Care Serum. €22,90 voor 55 ml. Oké, 55 ml is de full size. Wij krijgen iets minder 30 ml. Is ook nog wel een goede hoeveelheid, maar dus iets minder dan de full size. Even kijken, dit is dus een serum voor in je haar die je haar wat minder frizzy maakt. En het voegt een glans toe en het beschermt en voedt je haar. Breng een kleine hoeveelheid aan op handdoek, droog haar of maak je haar look hiermee af tijdens het stylen. Ik ga gewoon een klein beetje aanbrengen. Mijn haar is ook echt best wel droog omdat ik het best wel vaak stijl en dat soort dingen. Dus een haarserum is altijd fijn voor mij. Een heel klein beetje aanbrengen. Niet te veel, anders wordt je haar gewoon vettig. Oeh, het voelt ook echt best wel vettig aan. En dan breng ik het gewoon een beetje aan. Zo op de onderkant van mijn haar. Ga het niet allemaal hier aanbrengen, want dan wordt je haar gewoon vettig. En dat is denk ik wel het laatste wat je wilt. Het ruikt echt heerlijk. Het heeft echt een heerlijke geur. Wauw. Ik breng even iets meer aan nog. En dan gewoon zo in je haar doen een beetje zo. Niet te veel gebruiken, want echt been there, done that. En echt heel mijn haar werd vettig. En alleen maar aan de onderkant. Tenminste, dat is altijd wat ik doe met haarserums. Oké, top. Deze ga ik zeker gebruiken. Ik ga dit gewoon vertellen, want ik heb geen haarserums meer volgens mij. Dus hier ben ik wel happy mee. En ik denk dat ik hier ook wel heel lang mee ga doen. Want ik gebruik altijd maar een heel klein beetje voor de onderkant van mijn haar. Dus toppie, I like it. Next up is ook iets voor de haren en shampoo. Van Nebe hebben we de Vitality & Shine Shampoo. Winkelwaarde is €18,60 voor 250 ml. Ik weet echt nooit hoe ik de naam van dit merk uitspreek. Is het nou Nebe of is het Nebe? I don't know, whatever. Oké, de full size is dus 250 ml. Wij krijgen iets minder. Wij krijgen 200 ml. Is wel echt maar een heel klein beetje minder. Dus op zich is het gewoon bijna de full size en nog wel gewoon een hoop product. Dit is dus een shampoo zonder sulfaat. Dat is heel fijn voor mensen met krullen. En er staat dat dit je haar een glans geeft. Nou, dat is top. Dat wil denk ik iedereen. Er zit aloe vera in, proteïne, salie en munt die je helpen om je hoofdhuid gezond te houden. Voor het meest optimale resultaat masseer je een kleine hoeveelheid in handdoek droog haar en laat je het 2 minuten inwerken voordat je het uitspoelt. Oké.
Ik gebruik altijd echt alleen maar mijn shampoos. Dus deze ga ik niet gebruiken. Deze ga ik gewoon in de winactie doen die volgende maand komt. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan gaan vinden. Let me know. Ik denk wel dat die goed gaat zijn. Ik weet echt niet op wat ik dat baseer. Dat baseer ik echt op helemaal niks. Maar ik heb het gevoel dat het best wel een fijne shampoo zou zijn. Het volgende product is voor de nagels. Van Nails Inc. heb ik de 45 Second Top Coat with Retinol. Winkelwaarde is 15 euro. Oké, dit is dus een topcoat nagellak. We hebben gewoon de full size. Ik gebruik altijd topcoats voor mijn nagels. Op mijn voeten dan, want mijn handen doe ik niet. Dit is acryl. En dit is dus een 45 Second Topcoat. Die dus, denk ik, dan ga ik ervan uit, binnen 45 seconden opdroogt. Ik heb nu matte nagels. Ik moet mijn nagels over een paar dagen weer doen. Maar misschien is het wel leuk om ze even glanzend te maken voor de laatste week. Er staat dat het je een super glossy en professionele wet look effect geeft op je nagels. Ik ga dit gewoon proberen. En we kunnen het nou echt goed zien, want mijn nagels zijn helemaal mat. Ik ga even beginnen op de duim. Ja, het geeft echt een prachtige glans. Kijk even het verschil. Hier is de duim nog gewoon mat en hier is er een glans. Kijk hoe mooi die glans is. I like it. Ik ga even gewoon al mijn nagels ermee doen. Nou, één hand is al helemaal klaar. Kijk even het verschil, jongens. Helemaal mooi glanzend en helemaal mooi mat. Oké, allebei de handen zijn al gedaan. Ik vind het echt heel mooi. Het is gewoon een glans. Het is niet echt iets heel spectaculairs. Het droogt wel echt heel snel op. Dus die 45 seconden, die klopt echt. Deze hand is al helemaal opgedroogd. Deze moet denk ik nog even. Maar ik vind het heel mooi. Zo van die glanzende nagels weer. Normaal heb ik altijd glanzende nagels, maar ik wil nou een keer wat anders doen met mat. Maar ik denk dat ik glans toch altijd wel mooier vind dan matte nagels. Fijn product. Daar ben ik blij mee, want ik gebruik altijd een topcoat en een basecoat voor mijn teennagels. Oké, dan gaan we verder met het laatste product dat ook echt mijn fave product is, want dat is een oogschaduwpaletje. Van Face Zero heb ik de Bare Necessities Eyeshadow Palette. Winkelwaarde is €39,50. Ik zie echt bijna nooit oogschaduwpaletjes in de boxen, laat staan zo'n full size. Dus hier ben ik heel blij mee. Het merk Face Zero ken ik niet. Ik heb het wel vaker gezien in de boxen, maar ik heb niet echt ervaring met dit merk of zo. Dus ik ben heel benieuwd naar dit paletje. Het is een heel groot paletje. Als je hem zo ziet staan in het boekje, verwacht zo'n klein paletje, maar toen ik hem zag, ik dacht echt, wow, dit is echt een groot paletje. En het is ook een blush paletje. Het is oogschaduw en blush, dus het is een soort van gezichtspaletje ook. Dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een vrij simpele zwarte verpakking. En we krijgen een spiegel en dit zijn dan de kleurtjes. En dan heb je hier een soort van contour, bronzerkleur of zo. Hier een blushkleur en hier alle oogschaduwkleurtjes. Maar ja, je kunt ook die twee kleuren gewoon gebruiken als oogschaduw. Het is een heel mooi neutraal oogschaduwpaletje. Ideaal voor everyday en dat soort dingen. En je hebt dus echt een aantal prachtige glanzende kleuren en een heleboel matte kleuren. Dus je kunt hiermee echt een volledige ooglook maken. Dat vind ik altijd heel erg belangrijk in paletjes. Ik wil echt een hele ooglook ermee kunnen creëren. En dat kan hiermee zeker. Ik zie wel dat er echt best wel een glans in de blushkleur zit. Dus ik weet niet of dit echt ideaal zou gaan zijn als blush. Hij is echt super, super glanzend. Maar ik ga het gewoon alsnog proberen, of course. En deze kleur, er staat niet echt op dat het een contourkleur is of wat dan ook. Maar ik vind hem geschikt om mee te contouren voor de wat lichtere huid, denk ik. Maar hij is ook gewoon ideaal als transitiekleur in je arcadeboog. Dus dit paletje ziet er echt heel erg goed uit. De glanzende kleuren lijken ook echt heel erg mooi. Kijk even hoe mooi ze zijn. I like it. Oké, we gaan gewoon even hiermee een ooglook maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Oké, we zijn lekker up close en personal. Lekker helemaal ingezoomd op mijn gezicht. Ik ga wel eerst mijn ogen primen. Ik gebruik daarvoor mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Oeh, al mijn kwasten zijn gewassen. Ik vind het altijd zo fijn om te werken met schone kwasten. Ik ga beginnen met een beetje oranje matte kleur hier. Die ga ik gebruiken als transitiekleur. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva Fluffy Kwast 228. En die ga ik dan gewoon zo helemaal in de arcadeboog aanbrengen. Oeh, hij is lekker heftig oranje. We gaan gewoon vandaag een normale everyday look maken die gewoon best wel draagbaar is. We gaan niet te heftig, maar je kunt sowieso niet echt te heftig gaan met dit paletje, want het zijn vooral neutrale kleurtjes. Dan pak ik de donkerbruine matte kleur. Die pak ik met een iets kleinere fluffy kwast, ook Zoeva 224. En die kleur ga ik vooral aanbrengen in de buitenste hoeken. En dan pak ik weer die grote fluffy kwast om een beetje te blenden bij de randen. Ik heb geen oogschaduw er meer mee opgepakt. Ik gebruik gewoon wat er nog een beetje op de kwast zit. Ik wil de doek echt niet te heftig maken. Ik wil het echt heel draagbaar houden. Dan pak ik de bruine glanzende kleur hier. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Dan weer een beetje blenden zo bij de randen om het mooi smoky te houden. En dan pak ik weer die donkerbruine matte kleur en dan blend ik die weer hier een beetje in de buitenste hoek. Dan ga ik ook nog in met deze glanzende kleur hier. En die kleur ga ik in een soort van lijn omhoog zo hier aanbrengen.
als een soort van cut crease lijn voor een extra pop van kleur. De kwast die ik gebruik is Sueva 230. Kijk, dat geeft dan zo'n extra pop. En dan ga ik ook nog in met de zilveren glanzende kleur. Ik ga eigenlijk elke kleur van dit paletje gebruiken nou. Die pak ik een heel klein beetje, niet te veel. En die breng je dan nog zo'n beetje aan in de binnenste ooghoek. Maar echt maar een heel klein beetje. Kijk gewoon echt alleen maar dit. Deze glanzende kleuren zijn echt prachtig. I love it. De matte kleuren ook wel, maar de glanzende kleuren trekken echt mijn aandacht. Ik vind het echt heel erg mooi. Oké, dan is basically dit gewoon de ooglook. Ik vind het een heel mooie ooglook. Ik vind het paletje ook gewoon goed. I like it. Ik ga nou even de ooglook afmaken, mijn gezichtsmake-up doen, deze pens eraf halen en dan gaan we ook de blush aanbrengen. Ik ben ook heel benieuwd naar de blush, want hij is echt super glanzend. Dus ik weet niet wat ik ervan ga vinden, maar dat gaan we zo meteen zien. Dus ik kom zo bij jullie terug. Ik ben er weer. Ik heb mijn oogmake-up afgemaakt. Ik heb mijn gezichtsmake-up gedaan, bronzer en alles. Alleen nog geen blush, nog geen highlighter en mijn lippen nog niet gedaan. En that's it. Dus ik ga de blush gebruiken in dit paletje. Deze blush. Ik vind de kleur wel heel erg mooi. Het is een beetje zo'n peachy-achtige kleur. Alleen wel heel veel glans. But we will see. Mijn kwasten zijn lekker schoon. Dus mijn blushkwasten ook. Dus we kunnen gewoon lekker ingaan. Ik ben echt benieuwd. Ik ben zo bang. Oh my god. Straks gaat mijn hele gezicht glitteren. En ik ben zo blij met hoe ik er nou uitzie. Dus ik hoop niet dat de blush het verpest. Oh my god. Oké, ik vind de glans niet echt too much. Ik vind het wel een beetje te veel. Er had wel iets minder glans kunnen zijn. Maar het is niet echt zoveel dat ik nou vind dat mijn gezicht is verpest. De kleur is ook echt prachtig, by the way. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Je moet gewoon niet te veel aanbrengen. Dan is het gewoon oké. Zegt de persoon die altijd veel te veel aanbrengt. Ik vind het mooi. Ik vind het een mooie blush. Het is echt wel gewoon een blush die ik zou gebruiken. Oké, nou dit waren dan alle producten van de box. Ik ga me even verder opmaken. Highlighter en mijn lippen en fixing spray. En dan gaan we even alle bedragen bij elkaar optellen. Kijken hoeveel winst we hebben gemaakt. En dan zal ik ook even vertellen wat ik uiteindelijk hier allemaal van vind. Ik kom zo bij jullie terug. Susu, ga eens af. Oké, jongens, daar ben ik weer. Nou is echt mijn hele make-up look af. Ik vind het echt een leuke make-up look. Oh my god. Wat heb ik op mijn lippen? Morphe Sweetie lippotloodje met deze lipgloss van Juvia's Place in de kleur Caramel Rose. Is een bruine lipgloss, zoals je kunt zien. Oké, nou, we gaan even alle bedragen van alle producten bij elkaar optellen. Jullie hebben dus 20 euro betaald. En dan kunnen we zien hoeveel de box echt daadwerkelijk waard is en hoeveel winst je hebt gemaakt. Er waren slechts twee dingen full size. Alleen maar de nagellak en het oogschaduwpaletje. De rest was een kleinere versie. En dan haal ik ook altijd iets van de prijs af. Want ik vind het niet fair als ik de prijzen aanhoud van de full size als we dat niet krijgen. Ik haal even mijn rekenmachine erbij. Want als ik iets niet kan, is het hoofdrekenen. We gaan beginnen met de shampoo. De shampoo is €18,60 voor 250 ml. Wij krijgen echter 200 ml volgens mij was het. Ik ga er €3,72 van afhalen. Dan wordt het afgerond €14,90 voor de shampoo. Dan gaan we verder met het serum. Serum is €22,90. 90 voor 55 ml. Wij krijgen 30 ml, iets over de helft. Laten we er €19 van maken. Ik ga niet helemaal alles precies doen, want dat kost mij veel te veel gereken en dat kan ik niet. De oogpads waren €25 voor 5 stuks. Wij kregen 1 stuk. Dan halen we er €5 van af. Wordt het dus €20. Hey jongens, ik ben de video aan het editen. En ik zie dat ik bij de oogpad €20 heb ingevuld. De oogpad is geen €20, maar €5. Dus ik verander de prijs naar €5. Dus vanaf nu negeer de prijzen die ik zeg. En let op de prijzen die er gewoon staan. De nagellakwinkel waren €15 full size. Dus dat is lekker makkelijk. Het paletje was ook full size €39,50. Dan komen we uit op een best wel hoog bedrag, €108,40. Dat is de waarde van alle producten als je dus alles individueel zou kopen. Jullie hebben slechts €20 betaald, dus jullie hebben een winst van maar liefst €88,40. Dat is echt een boel. Dat maakt de box het echt waard. Nou jongens, ik vond de box echt weer super leuk. Ik ga alles gebruiken behalve de shampoo. Dat is iets wat ik persoonlijk niet gebruik, maar ik denk de meeste van jullie wel gewoon. Het oogschaduwpaletje is ook echt top. Ik vind het echt een heel fijn en mooi paletje. Ik denk dat heel veel mensen vooral hier heel blij mee gaan zijn. De nagellak topcoat droogt dus super snel op. Het haarserum is ook fijn voor je puntjes. De pads vind ik ook heel erg fijn. Ik had echt het gevoel dat het hier een beetje strakker heeft gemaakt. Ik weet niet of je dat echt doet, maar
Dat gevoel had ik in ieder geval. Dus financieel gezien is dit een hele goede box. Omdat je veel winst maakt. Maar ik vind ook echt de producten hele goede producten. Dus als jij nog niet bent aangemeld voor de box. Beneden in de beschrijving staat dus een linkje. En je kunt je dan gewoon makkelijk aanmelden. De boxen zijn het echt waard. Als je nog andere boxen wilt zien. Bekijk de andere video's op mijn kanaal. Want ik ben ze al een tijdje aan het unboxen. Dus je kunt er echt al wel een aantal zien. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!